Waar bist u? Handdoeken liggen in het depot. Misschien er wel meer de sprookkist voor die creep in het bos. Oké. Okay. Vet. Die staan rij van deze doetsen. Wie zei het niet haar beeldentje? Het wie die idee dus. Dus wat? Door haar stond staan, wist ik net. Dat maar die creep in het bos is die zaak. Als je klaar bent, dan kun je gaan. Wie zou en wat was er hier? Ritsen. En nou oprotten! Ik heb een voorstel. Als je ervoor zorgt dat die omke net wegloopt bij de bouw van mijn nieuwe project, ging ik net naar de politie. Nou, hebben we een deal? Doe ze het bang te wezen. Ik had die net verred. Ik had zo'n die kiek uit Pikti. Cool. Maar hoe maakt het nou verder al je? Ik zo wel. Dus. Hey, Boerman. Hoe gaat dat? Er komt werk, zeg maar. Ja, maar wat gebeuren? Ja, dat heb je in de gaten. Hier en daar wat jij, dus ik denk dat maar eens even hoe het zit. Nou, wat is de bedoeling? We maken een belevingsbos. Nou? Ja, wat die jongens uit. Op dit hoekje groen. We beginnen hier, maar let op als je weet. Zo, dat heb je dan benoord. Heb je de vergunning al regelen? Ik ga een parteer gewoon op het gemeentehuis. Omwijnden, zoeken als ik, die wordt blijkbaar neer vregen. Ja, ik heb er meestal neer gehad, ja. Net van de gemeente, net van die. En misschien is het goed om een informatie om te houden? Van ja, dingen die... ja nou, misschien zou dat maken, ja. Oké, nou, prima. Moeten wij eerst de Ger even een afspraak maken? Bij Belly. Ik Belly wel. Jij is nog van mij. Misschien kun je beter net meer komen. Mijn huid houdt alles en iedereen in de gaten. Hij wil om alles de controle houden. Ja, hij had van de morgen ik bij zijn oom geweest. Hij begon te zeiken hoe die bosplannen. Waarom doet hij dat? Geen idee. Anyway, hoe gaat het met die creep in het bos? Wist al wat het is? Alleen dat hij red ziet. Wat een namen. Had je hem eens googlen? Nee.
Wat heb ik nou tegen je gezegd? Laat me los! Een vervelend stond, denk je, ben je? En doop is een huid en die dochter die dappelen! Je bent een militair. Ja, een ex-militair. Getrouwd, een band en zo'n 26 maaien vermist. Hij verliet zijn hoes en hoe span thuis staan. De nachten. Ik wil je niet langer ongelukkig maken. De etter uit mijn kop komt via mijn been naar buiten. Hoe vind je dat? Je moest naar het ziekenhuis. Ben ik verdomme niet duidelijk? Nu om kan plannen met het bos. Het wordt net lang voor zo'n dek weer. Dat is niet jouw probleem, jongetje. Justus. Luister. Ik heb meer pijnstillers nodig. Oké. Okay. Zeker net makkelijk om het je vol te houden. Valt dan mee? Wat is dit? Wat is dit? Het is het laatste putje. Wat het bos verkocht is. Dat kent toch helemaal niet? Je hoogste baan moet je bang maken. Oké. Okay.